Lieve Facebookvrienden van Vacanze col Cuore, goedemorgen en welkom terug bij mijn wekelijkse update. Vandaag is mijn update vanuit Lago Hydro Glamping Boutique. Zoals jullie zien achter mij zijn we net klaar met het plaatsen van een hele mooie speeltuin. Waar alle kleine gasten van Lago Hydro Glamping Boutique deze zomer heel veel plezier zullen hebben. En als jullie met mij meegaan, laat ik jullie ook meer dingen zien die bijna klaar zijn voor de opening. We hopen 20 mei open te kunnen gaan. En dat gaat ook zeker lukken. Maar voordat we met deze tour beginnen, wil ik jullie heel graag Alessandra voorstellen. En Alessandra zou de hospitality manager van Lago Hydro Glamping Boutique zijn. Hi everybody, see you this summer. Kom met mij, ga mee en ik laat je meer zien. Laten we deze rondleiding bij deze eerste accommodatie beginnen. Dit is onze Cottage Next Dock. En deze accommodatie heeft twee slaapkamers, twee badkamers, een keuken met een woonkamer. Maar het bijzondere van deze accommodatie is dat er ook een derde kamer is voor jullie hond. En met een klein raampje die op de veranda uitkijkt, die opengezet kan worden, zodat ook jullie vriend naar binnen en naar buiten kan lopen in zijn eigen kamer. Zodat hij ook zelf een onvergetelijke vakantie hier op Lago Hydro Glamping Boutique zal hebben. De tweede accommodatie die ik jullie vandaag wil laten zien, die bijna af is, is onze safari tent. En uiteraard zijn dit de meest dichtbijzijnde natuur glamping accommodaties, omdat je toch alle luxe hebt van een mobile home. Maar toch zit je in een tent. Dus je hebt je eigen sanitair, eigen keuken, goede bedden. Maar toch, als het regent of als de wind blaast, kan je alle details van de natuur nog steeds proeven. Het is de derde accommodatie van vandaag die ik jullie graag wil laten zien. De veranda hebben we gisteren geëindigd en hij is klaar. En dit is de Cottage Next XL. Deze accommodatie heeft twee badkamers, drie slaapkamers, een keuken met een woonkamer. Dus hij is beschikbaar tot 6 personen. En het mooie van deze accommodatie is dat het dak doorzichtig is, transparant is. Zodat dat jullie van het mooie zonnetje van Lago Hydro kunnen profiteren. Maar dat jullie toch onder een afdakje zitten als het een dag wat minder weer is. De vierde accommodatie die ik jullie vandaag graag wil laten zien is onze Cottage Cube. De Cottage Cube is een soort van een hotelkamer die in onze mooie glamping uiteraard geplaatst is. Deze accommodatie heeft een groot tweepersoonsbed met een badkamer en een keukentje. Het bijzondere van deze accommodatie is deze hele grote raam aan de voorkant, zodat de romantische koppeltjes die hier hun vakantie zullen komen doorbrengen, kunnen genieten van het mooie uitzicht over het meer of over deze prachtige bergen. We don't give up. Ik hoop jullie snel hier te mogen ontmoeten en te leren kennen. En als jullie vragen hebben, kunnen jullie uiteraard onze mailtje sturen naar www.vacanzacolcuore.com. Een hele fijne dag. Ciao, ciao.